Dit weekend zou in Sporthal de Muiter de 10e Miranda Mania plaatsvinden. Maar een duidelijk geëmotioneerde Roel Braaksma, organisator van de Miranda Mania, over het besluit om dit weekend alles te cancelen. Roel Braaksma, organisator van de Miranda Mania in Medemblik, vrijdag de 13e. Ja, vrijdag de 13e. Het is een slechte dag. We hebben gisteravond om tot 11 uur, 12 uur zitten te vergaderen met elkaar. Wat we gaan doen, risico's zitten er gewoon in. Wij hebben dus heel veel contact met instellingen gehad om te kijken wat wel en wat niet kan. Het advies was, het was niet helemaal op slot gezet. Dat niet, het was niet echt code rood, dat het echt niet mocht. Maar alle voorschriften die hun adviseerden om te doen, die hebben wel een impact gehad op onze beslissing genomen. Want wij zijn dus een stichting, hebben opgericht voor de mensen gezond te maken. En in dit geval zal we dus kunnen, we moeten voorkomen dat mensen juist ziek worden. Dat is ons doel niet. En de risico's die er op dit moment zijn, ja, die kunnen dat wel in de hand werken. Dus het is gecanceld? Dus het is eigenlijk gecanceld voor nu. Hij is niet helemaal weg, want we gaan proberen om hem uit te stellen. En we gaan dus proberen om hem in najaar alsnog te doen, want het is 10 jaar Miranda Mania en daar staan we voor. En iedereen die al geboekt is, de fietsen, de catering, maar ook de muziekavond, hoe dat? Ja, de muziekavond is natuurlijk ook helemaal iets belangrijk. Kijk, de spinning kan nog wat in de hand houden, hè, want je weet welke mensen komen, waar ze vandaan komen. Dat is nog wel te doen. Hè. Maar s'avonds met het festival, ja, daar komen overal mensen vandaan. En ja, die moeten we allemaal registreren, moeten allemaal toestemming geven. Om dat festival, dat kan je niet meer in de hand houden. Als er 700 man komen, is het al heel moeilijk. De spinning is in de hand te houden, maar het moet allemaal moeten schoongemaakt worden. Allemaal desinfecterende middelen, als het advies van een GGD in ieder geval hebben opgevolgd. Nou, dat is haast niet meer te doen. En de risico's, wij willen niet dat wij straks aan de Miranda Mania, wat er ook gebeurt, wij ergens de dupe zijn van. Want het virus kan natuurlijk altijd komen, maar als het nou toevallig in het weekend komt, dan is het altijd van, oh, bij Miranda Mania. En ik krijg dat niet meer weg. Het is een hele moeilijke emotionele beslissing. Dat moet je weten. Ja. Ik ben vanmorgen bij alle scholen geweest. Wil je niet weten. Al die kinderen, leraren, hebben tranen in de ogen. Zo. Jij houdt het ook niet droog. Nee, ik ook niet. Het is emotie. Ja. En dat doen we al 10 jaar. Maar ja. Ik wens jullie wel veel sterkte vandaag. En we gaan gewoon het najaar gaan we ervoor. Ja, het najaar gaan we ervoor. En we hebben vandaag ook heel veel dingen afzeggen. En ook al onze sponsors, al onze fietsers. We krijgen allemaal bericht. Hebben ze onderhand al. We gaan een persbericht uitsturen. En iedereen die ingeboekt hebt, die mag het laten staan voor het naseizoen. We gaan informatie krijgen ze. En als ze dat willen, krijgen ze gewoon hun geld weer terug. Dat is helemaal geen probleem. Ook met onze sponsors. Maar onze sponsors laten ons nooit in de steek. Dus zullen ze nou ook niet. Vanmorgen waren er 2 auto's onderweg om spinningsfietsen te halen, 2 grote tretels van Appel. Die hebben we halverwege terug moeten roepen. Geen probleem. Nou, top voor onze sponsors.